Ja, ik had mij voorgenomen van de eerste drie speciaals keihard te starten om te zien. Maar het is wel nodig geweest, want ik stond nu misschien op 2 minuten. Dus gelukt dat ik keihard gestart ben. Het is een heel goede fight, want Weber, Drogman, Snijers zijn heel fast. Me too. So I think tomorrow the spectators can enjoy. Het is nog niet gedaan. De zwaarste dag komt morgen. We gaan nog zien. Ik denk dat er nog veel brokken zullen vallen morgen. Ze doen vooraan, want het gaat daar keihard. Dus ga dat tot het minimum te beperken. Zodat ik dus een tijd niet kan doorsturen.
Thank you.